Kids in action, jaarafsluiting ZDA-SOS onvergetelijk en ADRA en gemeenschapsdiensten bieden hulp aan slachtoffers in Noord-Samar. Deze berichten en meer in Nieuwsflits in beeld. Sabbat 2 december leiden de kinderen en tieners van de Zion-gemeente zowel de sabbatschool als de eredienst. Kleuters brachten de sabbatschool tot leven met het opzeggen van bijbelteksten, terwijl de boysband onder leiding van de gebroeders Krieger en Tariq Monko de samenzang begeleidde. Het kinderverhaal werd verteld door Amare Stulp. In de eredienst werd op een interactieve wijze het verhaal van de vurige oven, waarin de vrienden van Daniël werden geworpen, gepresenteerd. Zelfs brandweerman-commandant Opa Klas deelde zijn ervaring met het blussen van brandende huizen. Dit alles onder de voortreffelijke leiding van de afdeling Kinder- en Tienersabbatschool. Het thema van de Sabbat werd versterkt door de woorden uit Daniël hoofdstuk 3. Want als de God die wij vereren in staat is ons te redden uit een brandende oven en uit uw handen, dan zal hij ons redden. Zo niet, weet dan, majestij, dat wij uw goden niet vereren. Met andere woorden, blijf voor de waarheid staan, ondanks. Kinderen ontdekken de kracht van sparen, want op Sabbat 2 december initieerde de gemeente Elim een rentmeesterschapsprogramma waarin jongeren tijdens een speciale dienst een spaarpot ontvingen met als thema sparen. Ze werden aangemoedigd het belang van sparen te begrijpen en een tiende deel aan de Heer te geven. Een waardevol initiatief van het kinderdepartement, gericht op het vroeg bijbrengen van rentmeesterschap aan de jeugd. Ondanks talrijke uitdagingen bij de jaarafsluiting van de ZDA-SOS op 6 december, heeft Gods krachtige hand zich getoond in het succes van dit evenement. De SOS bestaat nu 9 maanden en groeit gestaag naar volwassenheid. Er is veel gezongen, veel gebeden, getuigd en stilgestaan bij het woord van God. Niet alleen SOS-leden genoten van de feestelijke afsluiting, maar ook enkele bewoners van de Esther Stichting en het RCR Zorghotel. Vrienden van het kerkgenootschap benadrukten de gezegende uitstraling van de SOS en zelfs nieuwkomers bevestigden deze sfeer. We kunnen alleen zeggen, na sosogado. We danken God voor leden, familie en vrienden die bereid waren donaties te geven, in welke vorm dan ook, om deze dag voor onze senioren onvergetelijk te maken. God is good all the time.
Van 10 tot en met 13 december 2023 vinden de jaareinde vergadering van de Surinaamse zending plaats met het algemeen zendingsbestuur en alle zendingswerkers. Het zendingskantoor zal daarom gesloten zijn voor het publiek op dinsdag 12 en woensdag 13 december. Gelieve hiermee rekening te houden. De boekenwinkel IATPA Suriname blijft echter geopend. Laten we samen bidden dat God ons door zijn geest tijdens deze vergaderingen leidt en ons reflectie en vooruitblik schenkt. Beste leden, de Nederlandstalige Sabbatschool-lesboeken voor volwassenen ervaren vertraging en worden verwacht na 15 januari 2024. Onze excuses voor het ongemak. Neem gerust contact met ons op voor vragen of ondersteuning. We waarderen uw begrip. In november 2023 sloot de gebedsgroep War Room 597 het jaar af in Elishama Garden. Leden van dit online gebedsplatform kwamen samen voor evaluatie van 2023 en de planning voor 2024. Ze kijken terug op een gezegende bijeenkomst en anticiperen op het nieuwe jaar vol uitdagingen en gezamenlijk gebed. De groep die elke woensdagochtend van 5 uur tot en met 6 uur via Zoom bidt, staat 24/7 paraat om voor anderen te bidden, dus ook voor u. Neem contact op met zuster Brigitte Elshot als u gebed nodig heeft. War Room 597 staat klaar om voor u te bidden. Meestergidsenclub nodigt u uit voor de Meestergidsen, Padvinders en Avonturiers Expo op zondag 10 december. Een geweldige kans voor jongeren om kennis op te doen, vrienden te maken en wedstrijden te houden over clubactiviteiten zoals kampvuur, tenten bouwen, knopen, marcheren en EHBO. Ook zal er een bonkopoeserie zijn. Kom onze eigen Surinaamse padvinders ondersteunen om naar een International Pathfinder Camporee te gaan in de Verenigde Staten van Amerika. Ik zie u zondag aanstaande 10 december op het terrein van het zendingskantoor. Het wordt een gezellige drukte. Nolasi. En nu volgt het nieuws uit het buitenland. Na de recente calamiteit in het noorden van Samar, veroorzaakt door aanhoudende zware regenval, toonden ADRA en gemeenschapsdiensten afdeling in de Filipijnen hun toewijding en samenwerking aan onmiddellijke hulp. ADRA voerde een grondige evaluatie uit om de schade door overstromingen vast te stellen. Dankzij gezamenlijke inspanningen ontvingen inwoners van Katamar, Mapanas en Gamay essentiële voedselpakketten. Elk voedselpakket bevatte 10 kilo rijst, 2 kilo bonen, 3 blikken sardines, 3 blikken tonijn, 2 pakken koekjes, 1 liter kookolie.
Vrijwilligers van de Katarmaar Seventh-day Adventist Church speelden een cruciale rol. Gouverneur Edwin benadrukte dankbaarheid voor de steun. ADRA en gemeenschapsdiensten in de Filipijnen blijven actief reageren op de lopende behoeften sinds de overstromingen op 21 november 2023, benadrukkend het belang van een snelle respons voor herstel en wederopbouw. Dank u voor het willen kijken naar deze aflevering van NFB. Maar voordat ik u groet, wil ik u een Bijbeltekst meegeven, gehaald uit Daniël hoofdstuk 6, vers 27. Want Hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Tot de volgende keer met meer nieuws via NFB, Nieuwsflits in beeld. God bless you.